Precies heeft het weer. Hop. Hoe heet dit zand? Irritatie gesproken. Luxie heeft ook wat. Heel mooi. Passen met zijn broek. Ja. Kijk hier, jongen. Boog van hier. Ik twee. Nog even een schoon. Een hele goede. Welkom weer in deze nieuwe wereldreisvlog. Wij zijn de Bellinga's, de muziektoppen. En wij zitten hier heerlijk aan het ontbijt in Bali. Ja, nou niet Bali. We zijn niet in Bali, we zijn bij Bosalam. Nu zijn we in Lemmerland. Spreek bij Bali. Naast Bali. Ja, eilandje bij Bali. En mochten jullie denken, Daniel, heb jij je shirt verkeerd om aan? Ja, lieve wens, dank jullie wel. Dat ene t-shirt, dat was er dus op het marktkraampje verkocht. Zonder idee wat dat voor groepering was uit Londen. En ik heb deze ook gekocht. Er zit een bierdopje onder. Maar dat is een bierdopje. Dat ziet hij ook niet vast. Dat is allemaal rare plaatjes. Alles omdraaien. Ja. Bierdopje. We zullen eerst even googlen wat er de teksten betekenen op onze t-shirts en zo. Hij had niet in de gaten wat dat betekende. Natuurlijk staan we daar niet voor, maar daarom. Hij zegt, nou, ik draag nu de t-shirts wel binnenste buiten. Ik had er wel zoiets in het kraampje. Eigenlijk ben ik altijd logoloos, zoals dat. Ja. Ja, maar dat hadden ze niet, hè? Nee. Maar dit is ook wel een hele fijn, hoor. Dit is echt mijn favoriete t-shirt. Ja, zoiets moet je eigenlijk ook hebben. Mijn favoriete outfit van de wereldreis. Ja, maar zoiets moet je ook hebben. Zo'n hempie. Er staat geen tekst op. De volgende keer alleen mee. Ja, een hempie. Maar voel ook het stofje, hè? Het stofje is ook heel fijn. Ja, het is een beetje doorschijnend. Ja, heel fijn. Dus nogmaals, jongens, dankjewel voor dat jullie ons even daarop attendeerden. Dus vandaar dat hij zijn t-shirtjes verkeerd om binnen zijn buiten draagt, zodat je de tekst het niet meer in beeld ziet. Nee, anders heeft hij geen t-shirtjes meer. Anders heeft hij geen t-shirtjes meer. En als ik het wist, had ik het natuurlijk nooit gekocht. Nee, dus dank jullie wel daarvoor. Maar nou, nu lekker ontbijten. Het is weer heerlijk. Het is weer heerlijk. Very nice. We bring you back to Holland, with us. Gaan we er weer op uit. De taxi staat er weer klaar, hoor. JJ, hè? JJ heet hij. En Roy natuurlijk. En hier gaan we weer mee naar het strand vandaag. En we hebben weer de Lamborghini, zegt hij. Hè? Hij rijdt weer zo hard als een Lamborghini. Dus we gaan weer scheuren over naar het strand toe, jongen. Komt ook papa aan. Met de tas met spullen. Op naar het strand, papa. Hoppa, ja. Kom mee. De drone niet vergeten. Ja. Nou, dan gaan we. Huisje tot straks. En dan is het nu weer lekker genieten op het strand, want we hebben vandaag weer een lekker zonnetje. Ja, daar gaan die bloemetjes weer, die gaan over ons dak heen. Ze zijn wel mooi al die kleurtjes, ja? Hier mama, ik heb even gekocht. Oh ja, wauw. Moet je horen, hè? Daar komt hij. Kijk. Wil je dat niet tegenkomen? When we come in here, bro, can this one? Yes. Oh, wat is daar gebeurd? Oh, we hebben een wegverspelling. De Lamborghini gaat gewoon overheen. Mama, daar was een tak. Die ging zo vallen. Echt waar? Oh, daar komt. We hebben nu toch maar wel de buggy meegenomen voor Lusjes en jongen. Want hier schijnt een boulevard te zijn. Waar we wel kunnen lopen met de buggy. En als hij dan zijn middagslaapje doet, dan kan hij in zijn buggy in plaats van op mijn arm. Bye bye. Hallo. Nou, hier kun je een scootertje huren, jongens. Luan, wil je een scootertje huren? Alle leeftijden. Ja, wij vroegen, wat zijn de regels van dit land? Per wanneer mag je op een scooter? Maar Roy zei, er zijn geen regels. Dus je ziet gewoon kinderen van 10, 9, 10 jaar. Zie je op zo'n scootertje. Hele jonge kinderen. Tot Luan en de Silla leeftijd, die rijden gewoon op zo'n scooter. Alleen. Zonder helm. Ja, omdat er gewoon geen regels voor zijn. Dus ja. De ouders mogen bepalen, zei hij, of de kinderen op een scooter mogen, ja of nee. Dus het ligt een beetje aan wat je ouders vinden, of je dat mag of niet. En als dan Luan lag en de Silla, had je dat dan gedaan? Nou, als ik het nu zo. De mensen die leven hier natuurlijk, die zijn niet bewust van of zo. Maar als ik hier zo weet, een beetje zo weet. Een weggetje. Maar ik niet echt en niet op zo die bergen van mijn hoofd. Nee, hè? Nee. Ja, papa Roy.
Kijk. Hij loopt met die kinderwagen. Nou, het is inderdaad wel meer. Gisteren al bij Dream Beach waar we waren was alleen maar die beach. Maar hier is wel echt winkeltjes en zo. Ja? De toy is over there. Oh, zag je speelgoedlusjes? Hij ziet speelgoed, ja. Bal. Oh ja, maar dat balletje is van hem kapot. Oh, dat vind ik wel leuk. Als ze even een balletje voor hem halen. Ze hadden bij de schip... Ja, we got you to the ball. Bij het vliegveld, toen wij naar Bali vlogen, we hadden ze een heel leuk balletje voor Lucius meegenomen. Want die gek is op ballen, zoals jullie weten. Maar die hadden ze leeg laten lopen. Ze hadden ze lek geprikt. Omdat het balletje volgens hun in het vliegtuig kapot kon ploffen. Terwijl we dat op onze reis van Nederland naar Maleisië hadden we dat niet gehoord. Maar nu dus wel. Dus zijn bal is er niet meer. Dus hij mist heel erg een balletje. En nu ziet hij dus een balletje. En Roy, ja, Roy kent hier iedereen, jongens. Want die is hier geboren en getogen. Nou, welke bal? Of die watermeloen? Hij wil die rode. Die rode? Ja. Oké. Okay. He wants that one. That one. Nou, heb je toch weer je ballen, jongen? Ja. Yeah. Dat hij dan nu niet de volgende keer ook les gaat. Oh, nee, okay. Ik hoop dat hij de douane overleeft. Maar goed, voor hier dus heeft hij bal. Nee. Nou, papa? Ja. How much? 50.000. Dat is? 50.000. 50.000. Uitrekenen. Ja, die mag je eraf halen. Hoeveel is dat, Luan? Luan rekent het even uit. Oké. Ja, dat is. Thank you. Ja, geef die maar aan haar. €2,95. Nou, €2,95. Papa, dat is te overzien. Thank you. Bye bye. Ah, hij heeft Lucius weer zijn balletje, jongens, voor €3. Mama, die zegt echt vet. Ja, echt vet, zegt hij dat. Ben je blij met je bal, Lucius? Ja. Hi. Oh, dit is het plekje, Daniel, waar we aankwamen. Ja. Dit is de plek toen we de boot vanuit Bali naar Nusalam gingen. Toen kwamen we hier aan met al onze bagage. Dat is dit strand. Ja, en we hebben het restaurant ervan gezet. Ja, en gisteren waren we bij dat restaurant in de vlog. Hiervoor zagen we dat we bij een restaurant waren met een zwembad op een uitzichtpunt. Toen keken we naar dit strand. Ah ja, dit ziet er wel mooi uit, jongens. Kijk. Ja. Ja. Morning. How are you doing? Daniel moet altijd aan iedereen vragen. How are you doing? Where are you from? This is the beach in here. Ja. Yeah. Well, people can go swimming, no problem. Yeah. No sharks, nothing, no dangerous. No, not dangerous. Yeah. Niet zoals gisteren, dat je wordt meegezogen. Yeah, I will take you going up there. Yeah. And go to the most expensive resort. Yeah. We can walk along there. Yeah, yeah. Until they have the more small beach. We volgen Roy, want die gaat ons een mooi stukje strand laten zien. En een mooi uitzichtpuntje. Bye. Hi. Morning. Roy vertelde dat op dit eiland de originele bewoners zijn maar 5000 mensen die origineel op dit eiland woonden. Dat ongeveer tot hij 12 jaar werd. Hij is nu 36, maar toen hij 12 werd, toen kwam er hier wat meer toerisme. En toen gingen zijn ouders fietsen verhuren, wat ze nu nog steeds doen. En toen werd het wat drukker op het eiland. Maar oorspronkelijke bewoners zijn dus maar 5000 mensen. Vandaar dat hij eigenlijk bijna iedereen op dit eiland kent. Omdat hij hier is geboren en opgegroeid is. Lucius heeft het weer het beste voor elkaar, jongens. Lucius, vlieg je naar boven, jongen. Kijk dan. One more. One more. Toch handig, hè, zo'n buddy? Hello, much. Yes, thank you. Dat is leuk, jongen. Echt leuk, zegt hij. Oh, dat is heel. Nou, hier heb je een mooi tassenwinkeltje, Lucilla. She likes bags. Very much. Op de terugweg gaan we even kijken. Papa, die wordt nou al gek. The last week of the holiday, we wandered in super. We hadden iets groter in de backpack moeten inpakken, iets ruimer moeten inpakken, pakken, want we hebben bijna geen ruimte in de backpacks. Maar goed. We hadden minder winterkleding mee moeten nemen. Minder winterkleding, ja, we hadden geen winterkleding meegenomen, maar de broeken en de shirtjes van Daniel die namen het meeste in beslag, terwijl hij het minste had. Maar jouw kledingstukken zijn groter. Drie stringbikinis mee. Ja. Zo maken ze huizen, hè? Met een hamer en een schroef en een spijker. Er was ook al een schroef uit de buggy gevallen.
paar dagen geleden. Hallo! En Roy heeft hier weer bij de ouders van zijn fietsenwinkel van zijn ouders, of de verhuurwinkel van zijn ouders, heeft hij onze buggy weer gemaakt. Dus dat was ook heel erg fijn. Het is wel fijn dat we het toch een beetje erbij zo hebben, jongens. Volgens mij vindt hij het ook wel heel gezellig, hoor. Met een, hij zei, hij heeft nog nooit zo'n grote club gehad waarmee hij op pad ging. Dit is wel zo'n sfeertje, jongens. A waterpark on the sea. Is that what? Or is it closed? Or is it dangerous? It's owned by different company, the one. Aha. They own by boat company. Ah. But is it you, people cannot swim there? Swimming, no problem. But only the water slide, no. Oh, je kunt niet bij de waterglijbaan. Dat park daar kun je dus niet op. Dat zagen we toen ook al toen we hierheen vaarden. Even kijken. En dat waterpark, maar daar kun je dus niet op, zegt hij. Hier zijn al die resorts allemaal in deze kustlijn, zie je dat? Bij de zee. En daar kwamen we dus aan met die boot toen we hier op het eiland kwamen. Ja, dat Barbie House, hè? Ja, ja, dat roze huis. Je kunt zien, hoor. Yes, de Barbie House. Daarachter zie je dat. Ik weet niet of je dat ziet op de vlog. Lucius, je buggy gaat wel overal heen, jongen. Hoppatee. Nou, hier kan je wel weer lekker rijden met een buggy. Ja. Ja, daar weer een trapje. Oh jee, ja. Morning exercise, ja. Very slim. Wauw, check even het uitzicht, jongens. Kijk dan. Wat water ook, hè. Supermooi. Zo rustgevend, ja. Al die vissersbootjes. Daar zwemmen mensen gewoon, hè. Nou, Roy die vertelt, hij neemt ons nu mee naar de beach, de lagoon heet het. En dat is een klein in hamstrammetje tussen de rotsen. In original in hier call Song Lambong Beach. Zo dus. Song Lambong Beach. Ja, yeah, Song Lambong Beach, dat mean stomach hole. Ah, buikgat. Ja, yeah, like that one because this is called Song Lambong Beach. Ah, dit is een hole in de in the rock. Ja. Yeah. Ja, yeah, ik zie je, liefie. Kijk. Dat is het strandje waar we zo even heen gaan. Een kleine lagoon. Daar kan je zwemmen. Ja, want die mensen zwemmen daar ook. Kijk, daar zwemmen ook allemaal mensen. Dus dat is wel een lekker plekje. Kijk, en dan komen we hier uit. Wauw. Mooi, jongens. We gaan de strand op. Daniel die houdt niet zo van zand. Ja, wat zwart zand zit ertussen. Er komt dat hier ook wat vulkaan. Wat zeg je? Ja, papa die blijft daar. Oeh, er is water. Er zit water. Ja. Het zwarte zand komt van vulkaanlava. Het is nog steeds van lava. Het is nu niet meer, het is nu geen lava meer, maar het is nog steeds zwart van de lava. Lekker? Lekker! Heerlijk, jongens. Ja, we hebben de slippers uit. Gaan we een plekje zoeken. Nou, Roy zei toch dat het niet van een vulkaan is, dit zand, dat zwarte zand. Maar dat het van zwarte rotsen is en dat dat afgeeft op het zand. Oh, dat mag wel, schatje. Die spoelt toch weer aan. De bal spoelt wel weer aan. Wil je met de bal spelen? Ja? Nou, kijk, hier kun je dus wel zwemmen. En het de strand, de zee waar we gisteren waren, was veel te ruim. Maar dit is het wel zwemzee waar je lekker kan zwemmen. En het water is lekker, jongens. Ja. Hoi. Maak even snel een krotje. Ja, doe maar even, ja. Alleen ik heb geen elastiekje, maar de beste krotje. Heb je een krotje zonder elastiekje? Ja. Oh, dat vind ik knap. Ik ben hier niet. Ah. In de zee. Kom je ook in de zee? Wat? Nee, daar. Goed zo, Lusjes. Kijk, dit vinden Luxie en Lusjes ook wat leuker. Ga je mee, jongen? Wil je ook zwemmen? Alleen maar gepoedeld. Nou, ik zal niet onder water gaan, want dan krijg je zout in je ogen. Ik heb wel een duikbrilletje mee.
maar ik weet dat ik... Ja, je kan wel duikbrilletje pakken. Oh, de capriches weer aan. Vind je dat zo lekker? Ja, hè? Golfje. Golfje. Nou, Luxie die heeft de duikbril erop gezet. Liesjes. Lucilla die blijft even lekker op het droge. Want ze heeft een beetje last van haar wondjes met het zoute water, hè. Maar het is wel mooi om zo ook even lekker op het strand te zijn, hè. Heel mooi. Het is wel echt heel mooi. Maar Luan is helemaal in zijn dansmoves. Kijk dan. En papa zit er ook in.
jongens. Kijk dan, als je hier bent. Ja. Je hebt op 150 meter hoogte met de drone genoten. Ja, was mooi. Ja, heel mooi. Echt, ja? Ik hoop dat jullie het ook mooi vinden. Ik doe mijn uiterste best. Oh, jongens. Elke keer iets anders te filmen en net zo weg te vliegen met de kustlijn zo. Dat is echt heel mooi. En dus even genieten zo. Kijk even waar we zijn, jongens. Rooi die op de kinderen legt, ja. In de branding. Heel fijn dat Roy er ook bij is, omdat hij dit soort plekjes van ons laat zien. Absoluut. Ja, en het is echt weer een mooi plekje vandaag, jongens. Heel mooi. We hebben ons weer even lekker gedoucht en al, dus we zijn weer... Lekker ijsje. Zandvrij, ja. Maar we hebben ook uitkiezen hoe we dat hebben. Oh, je wilt het ijsje uitkiezen wat Luan laatst ook had. Dat zegt hij. Oké. Nou, we hebben hier heerlijk gezommen bij de lagoon daarnet. Het was echt lekker water, lekkere golfjes. En nu eerst even een lekker ijsje, hè. Ik ben zo klein. Zo? Zo klein. Ja, met zo'n schepje. Nee, zo klein. Ik snap het niet. Maar kijk maar even wat ze hier hebben. Ja, mama weet niet wat ze hier hebben. Ga maar even kijken. Waar zijn de ijsjes, jongens? Hallo. Kijk. Dit zijn weer andere soorten. Zijn weer andere soort ijsjes. Die Lusjes, daar zijn ook die. Oh ja, dat is dat Oreo-ijsje. Die wilde Lusjes. Want Lusjes wilde het ijsje wat Lua laatst ook had. Ja. En een ander soort kiezen. Hallo. Mama. Lucilla neemt een waterijsje. Lusjes die? Oh, de Oreo. Jij wilde die, hè? Nu is een mango. Papa neemt een mango-ijsje. Aardbeien-ijsje. Oh, ik krijg een lepeltje bij, Lusjes. En Luxie ook een lepeltje erbij. Oké. Ja, de mannen. Ja. Wil je mij de proeven? Oh, wat een mooi uitzicht, jongens, over de lagoon. Ja. Luxie is die moet even een beetje smelten. Mango is dat, hè? Kijk dan. Oh, wat een lagoon. Hoe heet dit zand ook, Wicked? Lagoon Beach. Ja. We hebben lekker een ijsje op. Ook honden ook. Ja, het zijn zwerfhondjes, hè. En de zwerfhondjes die krijgen hier wel te eten, zei die meneer. Ze geven hondjes wel eten, maar het zijn niet de hondjes van die meneer, zei die. Nee. Nou, we hebben een heerlijke tijd gehad hier op het Lagoonstrand. Ja. Ja. Papa, dat was flauw van papa. Straks de papa terugpakken. Een hele koude fles water in zijn nek leggen. Ja. We gaan nu weer verder. We gaan weer naar Roy toe. Ja, we hebben voor Roy een flesje water meegenomen, want dat wilde hij graag. Hij hoefde geen ijsje, maar wel een flesje water. Zo. Ja, lekker, een flesje water. Lusjes heeft zijn bal weer, jongen. Goed vasthouden de bal. Nou, dan gaan we hier de trappen weer naar boven toe. Dan verlaten we de lagoon weer achter ons. En dan, ja, ik heb nog een beetje vieze voeten. Oeh, schrik. Oeh, schrik. Oh. Niet echt, maar. Boven. Ja. Oh, dit is ook wel leuk. Ik vind al die jurkjes. Dit is leuk. Dat is. Nee, niks, laat maar. Oh, kijk, even kijken, jongens. Oeh, het ruikt toch altijd weer lekker naar bier ook. Kijk. Oeh, wel echt een leuk winkeltje dit, jongens. We willen even de toeristen vangen, jongens, in het winkeltje. Ja, leuk, Lucilla. Is dat jouw maat? Dat is niet jouw maat, volgens mij. Mama, dit wel. Oh, maar ik vind het wel leuk. Mama, dit is Lucilla, zeg maar, want dit is stretchy. Dit is te klein, denk ik. Nee, dit is stretchy. Kijk, nee, maar ik wil niet zo kijken. Hmm. Mama, kan je erin kijken? Sleeping, sleeping, sleeping.
kijken. Papa heeft ook wat gevonden hoor. Mooi. Over irritatie gesproken. Dit is klein Luan. Ja, wat zie je, schatje? Deze kost toch maar geld? Ja, vraag maar. Ja, is voor je oké? Can she try it? Wil je het proberen? Oh, je kan het proberen. Ah, nou, Lucius die heeft ook wat gevonden. Luxie heeft ook wat leuks gevonden. Welke vind je leuk? Volgens mij is deze te groot. Ja. Nee, papa. Dat kan echt niet. Ja, zelfs zij moet lachen. Wat jij leuk vindt, Liefie? Nee, ik weet niet. Je kunt ook even passen. Oh, misschien vind je die ook leuk. Ja, wil die passen? Oh, chill. Do you have a mirror? Ja. Oh, hier. Lucilla, hier heb je een spiegel. Kijk. Oh, en heb ik ook zo'n t-shirt. Ja. Vind je het leuk? Ja. Heel leuk, Sil. Oeh, dit zet je goed. Papa. Papa. Wat vind je ervan? Yeah. Mooi, Sil. Echt heel leuk. Ja, staat je heel goed. Wil je me aanhouden? Ja, ik heb zo'n t-shirtje van dit. En ik ja. Droeg niet, want ik kan soms ook kleding aan. Ja. Maar dan heb ik zo'n eigen. Dan heb je een eigen t-shirtje. Ja, leuk. Ja, heel mooi. Nou, even kijken bij Luxie. Deze is leuk, Sil. Oh, Luxie. Heel mooi. Heel mooi. Oh. Wat vind je ervan? Niet echt leuk. Heel erg leuk. Wat vind je van deze leuke? Ja, die is ook mooi, jongen. Ja. Ja. Ik heb ook een hele roze. Nou, pas je nog even door. Of deze, die is ook leuk. Ik vind deze roze. Roze of deze? Nee, ik wil deze. Deze? Nou, pas je deze ook nog even. Luxie heeft nog een leuk jurkje, Luxie. Zien. Oh, en Lucius heeft ook wat. Oh, kijk dan. Leuk. Ja, Lucius. Papa, kijk, zo'n blouse heb jij ook. Dit is voor papa, ja. Ja. Vind je die leuk? Ja, wil je die ook even passen? Dit is voor papa. Ja? Ja. Gaan we die even passen, Liesjes? Ja? Kom, gaan we die even passen. Can try this? Ja, oké. Okay. Eens kijken of die goed zit. Dat is een beetje zo'nzelfde blouseje als papa. Mama, ook nog een broek erbij. Ik ga deze ook passen. Deze vind ik een met een broekje. Best goed. Oh, jongen, dit is echt super. Kijk, Dit is een spiegel. Hé, hey. Wat ben je ervan? Laat zien naar papa. Die is mooi. Ja, die is echt leuk, Liesjes. Ja, hè? Leuk, Liesjes. Ja. Ja. Oeh, die is ook mooi. Kijk, Liesjes, vind je deze ook mooi? Zullen we die ook meenemen dan? Ja. Heb je ook twee leuke setjes. Goed. En Lucilla die wil deze aanhouden. Nou leuk. Hebben we leuk geshopt hier, jongen. Nou Luan die heeft er ook eentje te pakken. Is het leuk of te klein? Eens kijken. Ik vraag me af of het dat is mooi, ja? Goed size? Ja, dat is goed. Nou Roy die vindt het ook wel mooi. Oké, nou dat is goed. Die kleine mini-me ben je nou, Liesjes. Mini baby. Ja. Apple. Oh, you also? Yeah. Two boys, two girls. Yes. Very delicious. We zijn leuk, Lucius. Yeah. Yeah. Wil je in de spiegel kijken? Ik vind het leuk, alleen ik vind hem wat te wit. Ja, nee. Ik kan heel snel vies worden. Ja, dan pak je veel andere kleur. Deze heb ik nog een zo'n kleur. Maar deze is een maat groter, of niet? Ja, dit is XL. Dezelfde kleur, mama. Ja, je hebt dezelfde kleur. Luan heeft even een grotere maat aan. Dus kijk die jongen. Ja, die is better. Leuk, Lu? Nou, mama die had ook gekeken naar een leuk outfitje. En is dit wat? Het printje lijkt heel erg op elkaar. Ik vind hem heel mooi, ja. Wordt dat hem, mam? Ja. Ja? Oké. Okay. Mama zit nog even te kijken naar een andere, hè? Ja. Een soort van bij mij. Soort van. Ja, of de blauwe. Ik zou de groene doen. Ik vind blauw. Nee, ik vind groen. Ja, deze vind ik ook wel. Oh! Ja, leuk. Ze heeft ook twee outfitjes. En ik heb één outfitje en dan twee sieraadjes. Ja, die is ook mooi. Ja, maar dan kan ik wel deze. Ah. Mam,
is mooi. Ja, die is ook mooi. Bon. Tadaa! Ja, leuk jongen. Leuk hè? Heel leuk. In plaats van dat tasje hebben we toch allemaal mooie outfits hè? Ja. Ook wel heel erg leuk. Nou, we gaan nu weer terug naar de taxi. En dan gaan we weer naar ons huis toe. Want het is inpaktijd. Morgenochtend om 8:00 ochtends vertrekt de boot van hier naar Bali weer. Dus moeten we heel vroeg opstaan. Dan gaan we nou voor voorbereiden. Mag ik morgen dat ene andere setje aan? Wat zeg je? Dat ene andere setje. Ja, die mag je morgen aan. Heel leuk. En doen we wel een setje van papa doen we eruit, hè? En dan ja. Dit ermee. Nee, Daniel die heeft een stuk of 4-5 broeken mee. En best wel grote polo shirts. En die zijn heel zware stof die hij eigenlijk helemaal niet aan heeft gedaan. Hij heeft alleen maar die dunne hemdjes die hij nu aan heeft. Daar niet eens aan heeft. Heeft hij mee. Dus wij hebben zeg maar in principe wel de lichtste kleren. En Daniel heeft de zwaarste kleren mee. Wij hebben meer kleding mee, maar het is lichter. Het is lichter, ja. Het is lichter. Ja. Mag ik ook weer dit setje aan? Ja hoor, je mag dit setje wel aan. Ja, dat is helemaal goed. En jij deze is leuk, dit setje. Hier vertrekt morgen dus weer de boot naar de overkant. Maar voor nu gaan we weer terug naar de taxi. Terug naar de villa. Ja, was nice, Roy. Het is een nice place hier. We gaan lekker lunchen bij het zwembad en het restaurant waar we gisteren ook zijn geweest. Dat vonden de kinderen zo'n lekker plekje. Kunnen ze daar nog even lekker in het zwembad plonsen. Ja. En even lekker chillen. Ja, ik is weer blij met kleding. Ja, hè? Leuk, hè? Ja. Ja, moet je dan weer dat andere setje aan doen van mij? Dat in, Nee, je mag zo je bikini aan doen. Je ja, zwempakje. Maar ik bedoel dat zwempakje ook met het andere setje. Het zwempakje net als of je bikinibroekje mag je zelf weten, liefje. Maakt niet zoveel uit. Kijk, de taxi staat alweer klaar. Mag ook de Lamborghini. Mama mag ook ja, maar dan kan je niet meer zwemmen. Nou, klim er maar weer in. Klim er maar weer in. Met de nieuwe outfitjes. Oh, sick anymore. Oh! Nou, en hier zijn we weer, jongens. Bij het prachtige zwembad en het restaurant. Nou, meiden zijn helemaal blij met hun nieuwe outfitjes. Ja. Wat gaat het worden, kerel? Jij ja, klinken. Wil je kipjes eten? Ook tatjes. En tatjes. Luusjes wil weer kipjes en tatjes. Dat zie je. Ik neem een lekkere pizza. We eten vaak in de middag hier warm, jongens. En dan in de avond, dan eten wij lekker bij het huis, lekker fruitsalade. Dat is een beetje het ritme wat we hier hebben. Wat staat er allemaal? Oh ja, ook pizza. Ook pizza? Staat er ook pizza? Ik vind het leuk staan, Luusjes, dat blouseje bij jou. Het staat echt heel erg leuk. Dan kunnen ze weer heerlijk even lekker spetteren. Luusjes met zijn bal, jongen. Woe, goed zo. Lekker plekje nog even te chillen. Helemaal met het muziekje op de achtergrond. Helemaal lekker. Om zo de dag af te sluiten. 1, 2, plons. Lekker hè, jongen. 2, woe. Plons, goed zo. Woe. Goed zo. Zwemmen, goed zo. Papa gaat zo even de drone de lucht in doen, jongens. Zwemmen, zwemmen, zwemmen. Bijna, bijna, bijna. Nou, jongen. Keurig. Heeft trouwens ook een beetje last van de club waar wij papa en mama ook bij hoorden gisteren. Ja, echt zo heel erg veel zin in ander eten. Dus ik had alleen zin in fruit. Nou jongens, we verlaten dit heerlijke plekje. En we gaan weer terug. Thank you Roy. Naar de villa. Over het strand met het mooie uitzicht over de zee, jongens. Gaan die missen? Ja, gaan het hier zeker missen, jongens. Maar goed, wel weer mooie herinneringen. Ja. Ondertussen zijn de meiden nog even schoonwerk. Dat is juffrouw Lucella is het, hè? Hallo. Hallo jongen, zit je daar? Luusjes gaat even lekker slaapje doen, hè, jongen.
Ja, ik zie het. Doe maar weer terug, jongen. Goed zo. Ja. Nu de ik. Dat weet je wel. Hier heb ik het. Hier heb ik het. Goed zo. Sip. Wat hoop je het laatste? Kijk eens waar de poep staat. Ja, trek maar die naar maar de laatste. En oh, schrijf het zelf. Ja. Sip. Goed zo. Nou, hier ligt hij te slapen. Kleine man. Hij wou zijn nieuwe outfit niet uitdoen. Nou, dit uitzicht gaan we ook wel missen, jongens. Maar we hebben hele mooie plekken gezien hier op het eiland. Totaal zijn we dus 6 dagen op dit eilandje geweest. Waarvan de helft bij de zee en de helft op een berg op het eiland. Allebei 2 totaal verschillende plekken, maar wel heel erg fijn. En ook de omgeving wat we hebben gezien, stranden die we hebben gezien. Het eiland zelf een goed beeld van gekregen. Ook de kinderen een heel goed beeld van gekregen. Leuke outfitjes geshopt waar echt heel blij mee zijn. Wat Lucie zelfs niet uit wilde doen toen hij ging slapen. Super schattig. We gaan zo de koffers inpakken. De backpacks inpakken. En dan morgenochtend gaat de boot om 8:00 ochtends al. Die vertrekt dan al. Dus dan moeten we al daar zijn. Dus we ontbijten morgenochtend waarschijnlijk op het strand ergens. Want zo vroeg is hier nog geen ontbijt. Dat is pas vanaf 8:00. Dus Roy komt ons weer ophalen en hij gaat met ons weer terug naar Bali toe. En dan gaan we helemaal, ja, dat ga ik jullie morgen wat uitgebreider vertellen. Maar dan gaan we helemaal naar het noorden van Bali, naar Lovina. En daar hebben we een huis waar we een langere tijd blijven. Om ook weer even een beetje op adem te komen van de afgelopen reisdagen die we ook hebben gehad. We hebben nu iedere keer 3 dagen in een huis gezeten. Dan moet je weer inpakken, dan even weer in huis en weer inpakken. Dus het volgende huis hebben we even wat meer rust. En kunnen we ook weer even school een beetje iets meer bijbenen. Want de afgelopen dagen hebben ze wel aan school gewerkt. Maar iets minder dan dat we voorheen deden, zeg maar. Dus daar kunnen ze weer iets meer aan school werken. En daar gaan we ook weer hele mooie dingen zien. Want ook daar is Bali weer heel erg anders dan wat we op dit eiland hebben gezien. En dat gaan jullie allemaal in de nieuwe vlogs, de komende vlogs zien die weer gaan komen. Maar voor nu is het nog heel eventjes genieten van het prachtige eiland hier. En gaan we alles inpakken. Ondertussen heeft... Ja, je mag een appeltje pakken. Dat is goed. Dit is trouwens een minibar. Daar hebben wij niks van gepakt. Maar als jullie denken, waarom hebben jullie zoveel bier, zoveel frisdrank? Dat is van het huis hier. We hebben nog wel snoeptomaatjes. We hebben nog meloen erin staan. Ja, die kunnen ook nog zo lekker eten. Mama, deze heb ik al even in de koelkast gedaan. Oh, die waren gesmolten, ja, hè? Ja, die waren heel erg gesmolten. Oh, ja, dat is goed. Leg die maar in de koelkast. Nou, en Daniel is al heel even bezig achter bij de laptop. Maar ja, uploaden, dat is wel even een uitdaging. Want we hebben hier wel een antenne. Ik weet niet of jullie hem zien, maar daar staat een antenne. Alleen ja, ik weet niet waarom die er staat, want we hebben amper geen wifi. Dus we kunnen niet eens dus een story uploaden naar Instagram. Dus als jullie denken van waarom waren jullie 3 dagen niet op Instagram, waar hebben we niks laten horen. Dan zit een van de redenen dat we dus niet op de wifi konden. Dus al helemaal niet uploaden. In het volgende huis gelukkig wel. Dus daar gaan we weer even wat vlogs uploaden. Zodat jullie natuurlijk wel op tijd gewoon een vlog online kunnen hebben. Even kijken of Luan al bezig is met het inpakken. Kijk, Luan ook al alles ingepakt, jongen. Ja. Alleen de laatste dingetjes voor morgenochtend ja. Nog. Dan een borstel nog. En dan is het klaar. En ook je backpack al ingepakt. Ja, ik heb hier mijn kleren. Met, op het gordijn. Een setje voor morgen. Ja, die doe je aan, hè? Het nieuwe setje. En ja, is mijn leuk. En ja, s'avonds ga ik nog lezen. Dus mijn e-reader hou ik nog uit. Ja, dan stop. Ja. Nou, was lekker huis hier? Ja, heerlijk. Ga je het missen? Ja, dat wel een beetje. Maar je krijgt er ook weer iets anders voor terug. Ja, dat wel. Dat is alleen wel een verrassing of het... Wat het is. Maar ja. We zijn bij elkaar en dat is het belangrijkste. Ja. Ja. Maar het is wel heel leuk om iedere keer een nieuwe plek te ontdekken. Ja. En, maar ik moet wel eerlijk zeggen dat tot nu toe is nog geen één plek tegengevallen. In alle plekken hebben we nog zoiets gehad van ja, hier voelen we ons wel thuis. Hier voelen we ons wel lekker. Het scheelt ook hoor, omdat we samen zijn natuurlijk. Maar goed, wij gaan nog even verder met inpakken jongens. Jullie gaan ons morgen weer zien. Morgen gaan wij weer met jullie verder on tour, ja, on op tour. Bali. Want we gaan weer Bali, naar Bali toe. Ja, we zeggen dat het onze ondergang in het gezicht. Vond je nou weer een leuke vlog? Doe even de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren, klik het belletje. En we zien je snel weer in een nieuwe Wereldreisvlog. Doei!